Waar ging mijn beste preek over? Mijn beste preek ging denk ik over dat de mens vrij is en tegelijkertijd dat we afhankelijk zijn van de relaties met elkaar. En dat wij elkaar in de dromen van een ander kunnen steunen, dat we elkaar kunnen steunen en dat we dat ook nodig hebben, dat we ons kunnen spiegelen aan de anderen. Ik denk dat het mijn beste preek was, omdat het ging toevallig over het onderwerp van minderheden en dat er nu ook steeds meer minderheden in deze coronatijd zijn die voorheen misschien geen minderheid was, zoals de groep die zich niet in de maatregelen kunnen vinden, kan het zijn dat dat de mensen zijn die normaal in een meerderheidspositie zitten. Dus in elke ontwikkeling kan je opeens in de minderheid bevinden en dan kan je misschien wat meer begrip krijgen voor andere minderheden.